Zigeuner eieren, komt het op neer. Moet ik ook al zeggen wat ik... Merks aan je tang, it's very nice, I like it. Moet ik ook al zeggen... Hoe spreek je het uit? Huevos a la flamenca. Oh, natuurlijk zoals je het zegt. Huevos a la flamenca. Ja, alleen dan zonder de G. Hoe lekker is zigeuner eieren? Hoe lekker. Welkom bij de laatste vlog alweer van deze reeks. Tof dat je kijkt. Mijn naam is Aaron. Vandaag gaan we naar Omroep Helmond Radio. Dan zou je zeggen, nou, daar heb je toch alles gefilmd? Ja, dat klopt. Maar naast de reguliere, gewone uitzendingen op vrijdagmiddag van 3 tot 5, hè, de gewone live uitzendingen van Aaron Dion Air het hele jaar door, hebben we twee keer per jaar een bijzondere uitzending. Een speciale uitzending genaamd Aaron Dion Air Showcase. En nou, die wordt altijd een paar dagen van tevoren opgenomen. En dat is met live publiek, dus kunnen mensen zich opgeven om het programma bij te wonen, de opnames bij te wonen. En dan komen echt 2 uur lang aan de lopende band alleen maar artiesten langs. Die schuiven aan. Nou, publiek mag vragen stellen op de radio, mag met de artiesten op de foto. Kortom, het is gewoon een meet and greet bij Omroep Helmond. En tegelijkertijd hebben we een leuk radioprogramma op de radio. Nou, vanavond de opnames. Vrijdag wordt het uitgezonden. Dus nou, een kijkje achter de schermen. Wie krijgen we allemaal? Alessandro Wempe, Ralf Makkenbach, Colin, Vreemde Vogels, Kevin Dre. Te veel om op te noemen. Een hele reeks, een hele keur aan artiesten die de revue passeren weer vandaag. Super veel zin in en nou, op naar de omroep. Fuego. Fuego, 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 alles somos enis. Fuego, 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 niks is een probleem dus. Lego, fuego, 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 fuego. Fuego, 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 alles somos enis. Is nu nog leeg achter me en straks zit het hier helemaal vol met publiek. Want we zitten vol, maximaal 50 mensen kunnen het programma bijwonen en... Nou, dat hebben we bereikt. 50 man. We zitten vol. Ja. Sidekick Melanie zal zo meteen wel binnen druppelen. Franske! Ja? Je zit weer in een vlogje. Oh, leuk. Ja, we gaan soundchecken, hè? Ja. Of ja, proefdraaien. 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 3, 2, 1... Welkom bij Aaron Dion Air, aflevering 248, week 16, 2016, bij Omroep Helmond Radio. We gaan beginnen met muziek, confetti en ik blaas een kusje. Zo. Zo, dat is beter, hè? Ja. Een banner erbij. Werkt het allemaal, Frans? Het werkt allemaal. Mooi, hè? Oh, geweldig, hè? Dat is het draaiboek. Het draaiboek. Oh, wat een ingewikkeld draaiboek. Want het is... Helemaal niet. Wie heeft dat gemaakt, dat draaiboek? Een zeker Aaron. Ik weet niet wie het is. Bent u de cameraman... Bent u de cameraman van Aaron D? Ja, dat klopt. Oh, ja, dan bent u op een goed adres, ja. Ja. Dank u wel, hoor. Mag ik één portie bitterballen en een frikandel speciaal? En een Chinees... 17,5 euro. Zo duur? Ja. En een Chinees Indisch buffet? Oh. Welk nummer? 69. Ja, en de projector doet het. Kijk. Oh. Alle videoclips van alle artiesten die vanavond te gast zijn, die komen voorbij op het enorme bioscoopscherm. Nou, moet je nou kijken. Confetti. En Melanie is gearriveerd. Hoi. Ja, hoi. Welkom in de vlog. Alessandro komt ook weer. Die vond het zo gezellig de vorige keer. En heeft weer een nieuwe single. Dat is het ook. Oh, ja, dat is het ook. Ik ben helemaal benieuwd. Dus de gastheer en de gastvrouw. Marloes en Mr. Harry. Mr. Harry. Hoi. Hi. Ja, gezellig, hè. Gezellig. We zijn begonnen. Wat een chaos, hè? Maar wel een leuke chaos. Ben je al live? Ja. Hey, Leo. Kevin Gray. Yo, yo.
Wat is dit? De artiestenfoyer, hè? Ja, daar, foyer. Daar zijn de artiesten. Oh, daar zijn de artiesten. Foyer, dat is een heel chic woord, toch? Ja. Ja, heel chic. Werkt het goed om te vloggen, Aaron? Wat zeg je? Werkt het statief goed om te vloggen? Dan vraag ik me toch echt wel af. Nee. Nee. Dat is niet handig. En je moet... Alessandro, we willen even weten, wat is het Spaanse recept? Kun je dat alvast een beetje... Ja, dat heeft mijn moeder bij zich, want ik raak het altijd kwijt. Geweldig, kijk! Ja, ja, want ze gaan met Melanie de keuken in. Ik heb hier wel de goede gegeven. Dit is, we hebben de huevos a la flamenca. Dat is... We make it very nice. Dat is, dat houdt in, dat is zeg maar zigeunervoedsel. Ja, jij hebt me uitgelegd thuis, wat zei je? Ja, flamenco eieren. Ja, zigeuner eieren. Komt het op neer? Moet ik ook al zeggen wat ik... In your tongue, it's very nice, I like it. Moet ik ook al zeggen hoe spreek je het uit? Huevos a la flamenca. Oh, natuurlijk zoals je het zegt. Huevos a la flamenca. Ja, alleen dan zonder de G. Hoe lekker is die geunerij dan? Hoe even een selfie met z'n allen, een selfie. Ik ben wel wijs of niet? Wat een chaos! Ja, van boven is altijd beter als van beneden. Ja, maar dan zie je met drie kinderen. Van boven? Ja, ik geef je twee weg. Nee, van onder. Jullie vragen je altijd af van, nou, is dat echt dat koken? Met dat recept? Kijk maar, we hebben echt een keuken. Ja hoor. Er is een keuken, Melanie. Ja. Je bent de kooktip aan het voorbereiden, hè? Ja, ik kijk, ik heb een hele fijne stiekem. Nou ja, we horen het. Het is gezellig natuurlijk hier. We zijn inmiddels weer terug. Nou, Ralf is er nog en aangeschoven ook. Alessandro, hè? Hey! Yes. Tof dat je er bent alweer. Wat zijn we eigenlijk met maken? Ze praten gewoon overheen ook, hè? Ja. Ja, dat is het. Nee, dat gaan we toch zo meteen doen? Ze zijn golddiggers en dat is eigenlijk de hele state of mind. De golddiggers blijven nog steeds kleine meisjes, want ze willen nog steeds alles hebben. Ik zal erbij zetten. Tof. Kijk, er worden zelfs cadeaus overhandigd. Hè, Colin? Schitterend. Mooi, hè? Ja. Champagneglazen. Cadeaus van de fans. En Melissa Jansen natuurlijk niet te vergeten. Allemaal stemmen op haar nieuwe single, hè? Blue Skies. Woe! Oh, je voor daarna. Oké. En je hebt een zoeknummer. Nee, zeker. Nee, Antje en Melanie. Melanie? Oh, ja. Antje en Melanie. Die heeft wel zo gaan. Ja, die heeft wel zo maar gaan. Nee, denk ik niet. Dat kan hij zo goed zien. Lekker. Ik heb het even. Gezellig. Ja, ga ik even lekker. Het ding is stuk volgens mij, man. Ja. Nee. Oh jee. Ah, hij is stuk. Ga niet door, jongens. Avond weer beschonken zijn. Je wilt niet kotsend uit die achtbaan. Heel alleen. Geen foto's met een flits. Als de kop bijna aanwezig is. En dat de paparazzi staren. Je vrienden geen geheim bewaren. Oh, het is schone schijn, schone schijn. Dat was hem, de Aaron Dion Air Showcase, de voorjaarseditie. Iedereen is weg, alles is opgeruimd, publiek is weg, de artiesten zijn weg. Het zit erop. Het was een grande, grande happening wederom. En vergeet niet te luisteren iedere vrijdag van 3 tot 5. Aaron Dion Air op Omroep Helmond Radio. En vergeet je niet te abonneren natuurlijk op mijn YouTube-channel. Nou, dit was de voorlopig laatste vlog. Weer de laatste van deze reeks. Thanks voor het kijken. Helemaal super. En heel graag tot de volgende keer. Doei!